Dit is Reinier van den Berg. Hij is als weerman te zien bij RTL en TV Gelderland. Daarnaast is hij als weerkundige werkzaam bij instituut Meteoconsult en wordt hij vaak gevraagd voor lezingen. De regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor openbaar vervoer. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik heb het idee dat in Nederland ontzettend veel mensen ontzettend ver van hun werk af wonen. En ik zou het schitterend vinden als steeds meer mensen dichter bij hun werk proberen te wonen. Dat scheelt een heleboel aan kosten voor de mensen zelf, maar ook aan uitstoot van CO2, broeikasgassen. Ik denk dat het uiteindelijk beter voor het milieu is als mensen proberen om dichter bij het werk te wonen. En dus ben ik het eens met het hoger belasten van iedere vorm van transport of vervoer voor je werk. De huisarts moet onder het eigen risico in de zorg vallen. Ben ik het niet mee eens. Ik vind het zelf vrij gevaarlijk, want er zijn ontzettend veel mensen die krap bij kas zitten. Die moeten geen enkele belemmering hebben om naar de huisarts te stappen. En als dat van hun eigen risico af zou gaan, nou, dan wachten ze misschien te lang, worden ze nog zieker. En dat moet je voorkomen. Dus nee, ben ik het niet mee eens. Partij voor Mens en Spirit, die ken ik helemaal niet. Ja, het zal een nieuwe partij zijn, maar dan ben ik misschien de eerste stemmer. Dat zou je bijna denken. Nee, ik vind het apart. Ik weet niet waar ze voor staan. Nee. Helemaal niet, maar blijkbaar heb ik antwoorden ingevuld die mij een beetje in die hoek plaatsen. In principe stem ik ChristenUnie. Dat doe ik al vele jaren. Ik heroverweeg het wel ieder jaar. Zo van, het is niet standaard ChristenUnie, maar ik kijk gewoon wel weer even opnieuw naar een aantal punten. Ik vind zelf een van de hele belangrijke dingen rentmeesterschap, duurzaamheid. En daar moet een partij wat mij betreft gewoon echt goed op scoren. En nou ja, voor de ChristenUnie geldt dat doorgaans wel, maar het is niet als een blind paard ChristenUnie.